Mats Knoester, je hebt met Oranje 120 tegen Mexico gespeeld in Rijnsburg. Wat zegt het dat jij een van de twee spelers was die de 90 minuten vol hebben mogen maken? Geen idee. Ik weet niet. Kan meerdere dingen betekenen. Maar in ieder geval lekker dat ik die 90 minuten weer in de benen heb. Hoe ging het? Ja, ging wel goed. Eerste helft was een beetje wennen. Ook die Mexicanen, andere speelstijl dan de Europeanen. Je zegt dat we wat moeite hadden daarmee. Ik denk tweede helft dat we dat goed hebben opgelost. En je zag het ook dat we er daarna overheen gingen. 3-2 gewonnen, dus ik denk dat het prima is. Hoe was de entourage voor jou? Ja, het was wel gek. Mijn broer heeft hier ook gespeeld. En ja, Alf is best in de buurt. Dus ja, best wel bekend terrein natuurlijk. Dus dat is wel leuk. Ja. Veel familie en vrienden? Ja, er zijn wel een aantal gekomen. Ja, klopt. Ja. Wat zeiden ze na afloop? En ik zag je allemaal gedag zeggen. Ja, hij heeft snel een handje. Die wil ook naar huis natuurlijk. Dus hij zei dat ik het goed gedaan had. Dus. Jij bent dus weer geselecteerd voor een vertegenwoordigend elftal van het Nederlands elftal. Wat zegt het over de ontwikkeling die jij doormaakt? Ja, ik denk dat het een goed teken is. Ik denk dat het ook een beloning is. Je maakt toch een stap naar Heracles. Uit je comfortzone. Je gaat ver weg van waar je vandaan komt. En dan, dat je dit dan als beloning krijgt, ja, dat is wel fijn. Dat is wel een lekkere bevestiging, zeg maar. Ja, want laten we even teruggaan naar de winterstop. Jij hebt besloten om bij Feyenoord weg te gaan. En er is een club geweest die jou heeft aangetrokken, daar ook geld voor neergelegd. Heracles Almelo. Van waar die keuze? Ja, minuten maken. Meer kans op minuten maken. Bij Feyenoord kwam ik op een zijspoor terecht. Na een blessure eigenlijk niet teruggekomen zoals ik wilde. Toen wilde ik gewoon een club waar ik een eerlijke kans zou krijgen. En Heracles gaf dat goede gevoel en dat bevalt ook hartstikke goed nu. Was er geen sprake van dat Feyenoord je wilde verhuren? Ja, ook. Maar ik heb bewust de keuze gemaakt om echt weg te gaan. Ik wilde een nieuwe start en bij een andere club gewoon opnieuw beginnen. Ja. Speelde er ook in mee dat je een akkefietje hebt gehad met een teamgenoot die uiteindelijk een reprimand heeft gekregen? Nee, eigenlijk niet. Het maakte de situatie wel anders. Daardoor kon ik wel wat meer eisen, zeg maar. Daardoor kwam er wel een kans voor mij om weg te kunnen. In eerste instantie huurbasis. Maar goed, dat is niet de aanleiding geweest, want daarvoor wilde ik ook al weg, verhuurd worden. Uiteindelijk is dat al een druppel geweest natuurlijk, maar dat was niet de aanleiding, dat niet. Heb jij met je twee oudere broers samen in de jeugd van Feyenoord gezeten? Nu ben jij dus de laatste daar weggegaan. Is de droom om de Kuip te halen, die is er niet meer. Welke droom heb je nu? Nou, we spelen binnenkort uit, hè, dus ik kom misschien nog in de Kuip terecht. Maar ik heb mezelf een belofte gedaan dat ik gewoon het maximale eruit wil halen. En als dat ergens bij een club niet lukt, als dat niet meer mogelijk is, ja, dan moet je een andere stap zetten. Wat is het gevoel nu je bij Heracles speelt? Goed gevoel. Ja. Wat bedoel je precies? Hoe gevoel? Nou ja, heb je het idee dat je het eerste elftal in je vizier hebt? Ja, sowieso. Ik train gewoon mee. Ik zit er dicht tegenaan. De trainer praat veel met me. Het is gewoon een hele andere sfeer. Dus ik zit daar wel goed. Ja. Denk je dat je dit seizoen nog gaat debuteren? Ik heb mijn debuut al gemaakt tegen Ajax thuis. Maar ik denk wel dat ik meer minuten ga krijgen nog. Ja. Want jij ziet de komende jaren veel perspectief in Almelo bij Heracles. Ja, anders had ik die keuze zeker niet gemaakt. Dus ja. Centrale verdediger, is dat de plek waar je het liefst aan speelt? Ja, maar als ik linksback word gezet, vind ik prima. De coach kan me zetten waar hij wil, dan doe ik gewoon mijn ding. Als je jezelf vergelijkt met toen je ooit de stap van ARC naar Feyenoord maakte en de ontwikkeling die je nu hebt doorgemaakt, wat is er dan veranderd aan jou? Ja, ik denk dat je wel snel volwassen wordt en zo, omdat je naar Rotterdam gaat, best wel uren maakt en zo. Ik denk snel volwassen dat dat het grootste ding is. En fysiek? Ja, fysiek, dat heeft iedereen denk ik. Naarmate je groeit, dan word je ook fysiek sterker. Ja. Nou, jij ietsje meer misschien dan sommige anderen. Je broers zeiden zelf, dat is echt een grote jongen geworden. Ja, klopt. Veel in de gym en zo, dus ik doe er ook wel veel aan. Maar ik ben fysiek wel sterker geworden, klopt. Ik ontwikkel me en dat is lekker. Je weet nu hoe het is om in een oranje shirt te spelen. De Eredivisie lonkt. Wat is het doel waar je uiteindelijk naartoe werkt? Eerst maar spelen. Dat is het voornamelijkste doel. Ja. Maar iedereen mag dromen, toch? Ja, tuurlijk. Ja. Mijn droom op korte termijn is gewoon basis spelen Eredivisie. En dan gaan we daarna weer verder kijken. Niet stiekem iets waarvan je denkt van dat zou ik nog heel graag af willen vinken? Goaltje in de Kuip. Vind ik wel mooi. Om je gram te halen. Precies. Succes erbij. Dankjewel.